Er waait een nieuwe wind bij Ajax. Traditiegetrouw was de eerste training van het seizoen open voor publiek en dat kwam massaal naar de toekomst. Het was een weerzien met oude bekenden, maar uiteraard ook de eerste open training van Peter Bos, die nog wat voorzichtig uit de kleedkamer kwam. En naast Peter Bos staat de nieuwe aanwinst Mateo Cachera. De 19-jarige Colombiaan gaat dit seizoen het net proberen te vinden voor de Amsterdammers. Iets dat hem tijdens de training tot twee keer toe lukte. En er werd meer gescoord. Wat dacht u van deze treffer van Viergever? En deze van Richard Libazur. Die overigens in de wandelgangen nog steeds gelinkt wordt aan Chelsea. Voor wie kwam je vandaag? Voor Bazur. Voor Donny van der Beek. Anouar El Ghazi en Jasper Cillessen. Ja, goede keeper, dus ja, redt Ajax vaak. Kan je zo eens een handtekening vragen? Ja. Handtekening Anwar, je gaat niet naar huis toch, voordat je hem hebt? Ja, ik wil hem wel heel graag, maar als het niet kan, dan kan het niet. Nou, dat moet wel lukken toch? Een beetje positief? Ja. Afgelopen zaterdag eerste wedstrijd al verloren, hè? Amateurs Ajax. Ja, was niet zo goed, nee. Heb je gekeken? Ja, ik heb het gezien. Ja, was een beetje balen, maar ja. Ik heb zin in een nieuw seizoen. En gelukkig kan het seizoen voor deze kleine Ajaxiet nu al niet missen. Hier is die hoor.